dat hangt een hele tas vol al met schöne prijzen. En ik zou er 4 kandidaten voor willen vragen op de bühne te komen. Daar kunnen we samen namelijk met elkaar de winterquiz spelen. Wie zegt nou, ik wil wel kandidaat zijn? Ik zie daar een heel romantisch setje, zie ik daar zitten. Zou jullie mijn 2 kandidaten zijn, ja? Ze denkt toch even over na, nee, ik had het ook niet gedaan. Dat is zo lekker warm zat, zo met z'n 2, romantisch. Zou je misschien de vader met je zoon samen, dat jullie zeggen, ja, 2 jongens, kom maar gezellig, ja. Kom maar deze kant op. Dan zoek ik ook nog 2 meisjes. Ik zie daar op een tafel. Is dat ook moeder en dochter vielleicht? Hè? Is dat, ja? Zouden jullie mee willen doen, moeder en dochter? De prijzen die je kunt winnen zijn wel heel leuk natuurlijk. Hè? Geef ze even een applausje, moeder en dochter, vader en zoon. Kom lekker hier staan. Hallo. Ja, hallo, hoe heet je? Sven. Sven. Ook, en met Sven, met wie ben je hier vandaag in de Efteling? Met mijn vader. En met je vader? En die vader is dat, hè? Ja. Dat is je vader. Hallo vader. Hoi. Ha, alles goed? Ja, prima. Hoe heet je dagelijks leven? Dennis. Dennis, Dennis. Schöne naam. En er zit ook iemand nog erbij, met een grote camera. Hoe heet ze? Franny. Franny, Franny. En die is niet alleen vandaag, zie je? Ja, helemaal alleen. Ah, nou toch niet, of wel? Nee, dat klopt. Er is wel altijd iemand bij. Nou, heel gezellig. Oh, hoe lang moet ze nog? Het is niet van jou, begrijp ik. Dat ben 12 weken. 12 weken, oké. Hij houdt het wel goed bij in ieder geval, hè. Goed, nou gezellig dat jullie mee willen doen. We gaan zo meteen de prijs ook uitdelen, maar eerst natuurlijk de quiz spelen. Ik heb ook iets leuks voor jullie aan, vast. Dan mogen jullie die was omdoen. Het zijn echte kostuums uit de Sound of Music. Kijk eens hier. Die is voor jou, voor de 2 jongens hier, en die is voor de papa. En wie heb ik hier? Hallo, dames. Ik ben Marianne. Hallo, Marianne. Krijg maar ook een applaus, dames en heren. Marianne, ja. Marianne, waar kom je vandaan? Uit Schiedam. Schiedam. Vlakbij Rotterdam. Oh, Rotterdam. Rotterdam, dat ken ik, dat ligt bij Soest. Ongeveer, ja. Ja, dat had ik straks al gehoord van Rotterdam en Soest. Nou, gezellig. Want wie heb je meegenomen vandaan? Anneke. Anneke? Ja, echt wel. Oké, okay, schön. Anneke, en met, jullie zijn met de hele familie, zie je? De hele picknicktafel vol. Ja, helemaal vol. Lekker zo warm bij de kachel. Met elkaar lekker knussen. Oh, gezellig. Nou, oké. Okay. Want heb je ook de cadeautjes uitgedeeld gisteravond? Nee, Sinterklaas. Oh ja, ja, nee, maar ik bedoel, hebben jullie de cadeautjes uitgedeeld? Ja. Oh, helemaal gezellig. Nou, hartstikke leuk. Ja, je bent er goed bij. Voor jullie heb ik ook kostuums. Je zou wat anders kunnen zeggen natuurlijk. Kijk eens hier, kijk eens Maria. Die is voor jou, en die is voor jou. Helemaal goed. Je mag, ach, kijk eens even, een echte gentleman staat hier in één keer op de bühne, dames en heren. Wow. Met een winteroutfit. Staat je goed? Kom lekker hier staan. We gaan zo meteen met jullie de winterquiz spelen. Maar eerst, ik ben namelijk skileraar van beroep, dames en heren. En ik kom uit Salzburg. Weet je waar Salzburg ligt? Nee. Nee, dat ligt in... Italië, pas goed, dat ligt in Salzburg, dat ligt in Oostenrijk, heel goed. Ja. Nou, je kunt er nog geen punt voor scoren hoor, dus je mag zeggen wat je wil. We gaan eerst even de handen uit de zak doen. We gaan eerst namelijk, heb je wel eens geskiet? Ja. Ja, waar was dat? Heb je geskiet? Met mijn vader. Oh, met je vader, want weet je nog waar het was, papa? In Oostenrijk. Ook in Oostenrijk, oké. Okay. Nou, je kunt straks ook gratis skiën daar, in het Salzburg Karussel, heel gezellig. Mag je proberen. Heb je al geskiet? Jazeker. Ook daar? Niet daar, nee. Dat wil ik zien. Dat je straks zo lekker zo achter die langlaufmolen aanloopt, ja? Dat is toch gezellig, ja, dat mag je straks doen. Eerst gaan we dus de spieren een beetje opwarmen. Ja. Dus dan zeg, ga lekker zo staan. Doe mij maar even na. Dames en heren, als u mee wilt doen. Ja, heel goed. Dat staat aan de voortjes dan te doen. Dat is weer hals of zo, wie zegt man dat zo. Maar dat is heel goed jumpen. Jullie mogen ook meedoen. Gaan we lekker staan, dames en heren. We doen hem even de skiklas opwarming. Daar gaat ie. We doen het eerst zo. Twee keer doe ik 3 keer snel. 1, 2, 3. Heel goed. 1, 2. 3 keer snel. 1, 2, 3. Heel goed. Kijk eens, de achter doen ze ook. Laatste ronde.
Und hier ist ein Applaus, mein Kandidaten. Heel goed. Wie bist du mit, oder? Ja, hartstikke mega. Ja, hartstikke mega. Na, was wir gaan doen, ist ein Winterquiz. Ich habe dir eine Frage, und als du die Frage gut weet, dann krijg je een Kugel. Und dann mag je heel hard rammen. Gut, mit der Kugel. Soll ich dir den kleinsten Kugel even geben? Kijk eens hier. Die Mama krijgt er auch noch eentje, alsjeblieft. Und für die Kinder, ja, probeer de Kugel eventjes. Probeer ze een beetje te schudden en zo. Klinkt daar heel gezellig, of niet? Ja, ja, zeker. Okay. Hadden jullie ook eens geskiet? Dat had ik een vrouw, ook in Salzburg. Nee, Tirol. Oh, Tirol, dat moet je maar eens in de Salzburg komen. Zeg maar eens, ja. Dan wil je niet hier. Wat zeg je? Ik heb nee, dat maakt niet uit. Helemaal gezellig. Ja, dan komt er de glühwein. Ja. Goed, we gaan lekker schutten, zo. En we nemen los in de heupen. Zijn we. De eerste vraag die... Altijd prijs und immer prijs met Jürgen Freilich. Nou, je hoort het. Altijd prijs und immer prijs. Dat betekent dat je altijd een prijs wint. Maar degene met de meeste punten die heeft gewonnen. Zometeen als ik je een vraag stel en je weet het antwoord, dan ben je met de... Koepel, denk ik. Ja, als je het antwoord goed hebt, krijg je één... Punt. Heb je het antwoord fout, dan krijg je... Geen punt. Niks. Je mag geen punten, niemand. Dat is ook jammer, hè? Ben je er klaar voor? Helemaal. Ben je er ook klaar voor? Zeker wel. Jou staat ook alles, hè? Kijk eens. Heel mooi zo. Maria, kun je het draaien doen voor Maria? Oh, kijk maar hier. Ja. Heb je de Sound of Music al gezien? Jazeker. Ook deze Sound of Music? Nee, nog niet. Oh, dan moet je maar eens gaan doen, dat is heel gezegd. Nou, een geluidsfragment. Welk fragment hoor je dus een attractie uit de Efteling? Waar is deze muziek van? Je weet wel, hè? Fata Morgana is goed! Ja. Een punt voor die! Ik moest je wat hebben, het zat op de lippen te branden. Dat doet zo pijn, ja. Kom maar hier dichterbij staan. Goed, dat wist je ook, hè? Ik wist het ook. Maar we doen nog een geluidsfragment. Wat hoor je hier? Dat is een geluidsfragment uit Salzburg, uit Oostenrijk. Luister goed, wat doen ze hier? Ja. Wat is dit voor geluid? Exact. Als je het weet, mag ze hebben, dames en heren. We hebben hier een keer tot 10 uur s'avonds gestaan, toen wisten ze het nog niet. Skilift. Een skilift is goed! Ja. Acht punt voor die! Skilift, ja, oh, dat is wel heel rood. Ze bellen voor de klappen hier voor de naam. Een plaatje! Ik heb ook foto's gemaakt in de Efteling. Als je raadt wat er op dit plaatje staat, is een klein stukje van het plaatje. Dan ben je heel snel met de bel. Wat staat er op dit plaatje? Als je weet bellen, is een klein stukje, dames en heren, van de foto. Oh, op daar wordt het antwoord gegeven, ze denkt... Dat hoop ik. Is het van door een roosje op de jurk? Is niet goed, nee. Nooit geschoten is altijd mis, moet ik zeggen, maar... Oh, je weet het wel. Rode schoentjes. Maar je mag maar één antwoord geven. Nee, wat zeg je? De rode schoentjes! Punt voor die! De rode schoentjes, kijk, dat is de achterkant. Heel goed gedaan. Nou, zal ik nog een plaatje laten zien? Je zit er net goed in. Dus ik doe gewoon nog een plaatje. Wat staat er op deze foto? Wat is dit? Witwillige beeld, ja. Vliegende fakir. Ja, ben je fakir? Ja, is het goed, dames en heren, de vliegende vakje? Denken jullie dat ook dat de vliegende vakje is? Is de vliegende vakje? Ja. Punt voor die! Helemaal goed. Een geluidsfragment! Ja, dat klinkt zo lekker. We doen nog een geluidsfragment. Dat betekent, als je deze muziek raakt uit de attractie van de Efteling, bellen met de bel, goed? Ja, oké, daar gaat hij. Luister. Dat is romantisch. Een heel spannende attractie ook. Het gaat door donker. Oh. Oh, waarom? Oh, nee, is niet Pernod Rome, wat denk je dat is? Vliegende Holland? Nee, Vliegende Holland is ook niet. Oh, dat is fout. Ja. Wie weet het wel? Het heeft iets, dit is namelijk de muziek wat je wacht in de rij staat voor. Droomvlucht? Nee, niet de droomvlucht.